tafel. Veel partijen richten zich alleen op eigen land, maar met Volt is er een partij die in heel Europa afdelingen heeft. En op 17 maart doen zij voor het eerst hier in Nederland mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dat leek lange tijd een kansloze missie, maar de peilingen staan er nu wat gunstiger voor. Misschien wel 2 zetels worden voorspeld. Marieke Koekoek is jurist internationaal handelsrecht. Werkte, studeerde op heel veel plekken in de wereld. Landde uiteindelijk in Leidse Rijn. En landde ook op plek nummer 4 van de kandidatenlijst van Volt. Welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent, Marieke. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Zullen we eventjes bij het begin beginnen? Hoe kwam jij bij Volt terecht? Ja, nou, je noemde net al dat ik een tijdje uit Nederland ook gewoond heb. Ik werkte op enig moment in Leuven in België aan de universiteit. En terwijl ik daar mee bezig was, las ik op enig moment over een nieuwe beweging in Europa, Volt. En daar werd ik heel enthousiast van. Met name omdat het dus naar grensoverschrijdende politiek toe wilde. En echt zei van, je wil een aantal problemen oplossen. En samen met heel Europa, gaat dat veel beter dan alleen. En toen heb ik ze op enig moment aangeschreven met, ik heb inmiddels wat kennis van internationaal handelsrecht en als nieuwe beweging kun je daar misschien iets mee. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. En zoals dat snel gebeurt bij Volt, kom je dan heel snel diep in die club, in die beweging. Het is een club vol enthousiaste mensen, die ook echt iedereen inzetten met de kennis en de vaardigheden die je hebt. Dus iedereen kan iets. En help me eventjes, want heel veel thema's zijn natuurlijk wel landelijk. En toch zeg je, daar moeten we vanuit een soort Europees perspectief naar kijken. Kan je een voorbeeld noemen van iets heel Nederlands? Nou, in jullie programma gaat het bijvoorbeeld over sociale advocatuur. Ja. Lijkt me echt iets heel Nederlands. Waarom moet ik daar vanuit een Europees perspectief naar kijken? Nou ja, sociale advocatuur en überhaupt toegang tot recht heeft heel veel te maken met hoe kijk je naar de rechtsstaat, hoe bescherm je de grondrechten die mensen hebben, het simpele recht om jezelf te zijn. En dat is natuurlijk ook iets Europees. Als je kijkt nu naar onder andere landen als Polen, Hongarije, Bulgarije, dan zie je dat daar de rechtsstaat ondermijnd wordt. En op het moment dat dat gebeurt aan de randen van Europa, is dat ook relevant voor Nederland. Niet alleen maar omdat je als mensen je daar druk over zou moeten maken, maar ook omdat wat er in Europa gebeurt, kan net zo goed snel in Nederland terechtkomen. Zullen we even kijken naar, om jullie even te plaatsen voor mensen die dat niet weten. Dus dat Europees perspectief is heel erg belangrijk. Wat zijn nog meer de echte punten van Volt? Nou, wat andere punten zijn, is dat we zeggen van, we willen mensen meer betrekken bij democratie. Dus dat betekent dat je de Europese instituten meer democratisch moet maken. Mm-hmm. Maar ook mensen veel meer aanmoedigen, enthousiast maken om je stem te laten horen. Dus we willen bijvoorbeeld ook dat jongeren, dat de stemleeftijd naar 16 gaat. Dus dat jongeren ook veel meer echt een stem krijgen. We hebben ook heel bewust geen jongerenpartij bijvoorbeeld. Omdat je meteen serieus mee moet kunnen beslissen over jouw leven. En we willen ook veel meer gebruik maken van bijvoorbeeld burgerfora. Waarbij je ook echt op zoek gaat naar een goede afspiegeling van de samenleving. Zodat je niet alleen een soort van de usual suspects hoort. Hè? De mensen die toch al politiek betrokken zijn en mondig. Maar dat je iedereen een stem geeft. Ik keek vandaag op een van die stemhulpen, Kieskompas. Daar worden jullie rechts van het midden neergezet. Ja. Is dat ook jullie eigen gevoel of hebben zij dat voor jullie bedacht? Ik denk dat links en rechts zijn heel erg landsgebonden. Hè? Dus hoe wij in Nederland links en rechts opdelen, daar zit een bepaalde traditie achter en op zich niet slecht. Maar ik denk dat je inderdaad kan zeggen dat Volt qua sociale rechten best links is op het Nederlandse spectrum. Maar tegelijkertijd zeggen, je wil ook juist duurzame ondernemers stimuleren en op innovatie richten. Nou, dan word je als rechts neergezet. Ik denk persoonlijk van, het zijn goede hulpmiddelen, maar we moeten ook niet te veel aan vastklampen. Voornamelijk omdat die voortkomen uit een traditie. En wij zeggen eigenlijk van, joh, je hebt gewoon een aantal problemen in de wereld, in Europa, en die wil je samen oplossen. En of dat nou links of rechts is, als het werkt, dan werkt het. Even Marieke, ik hoor duurzame ondernemers, ik hoor sociaal profiel. Ik denk toch gewoon de hele tijd D66. Is dat een gekke gedachte? Nou, niet per se een gekke gedachte. Ik snap het heel goed. Er is best overlap tussen de standpunten van D66, GroenLinks, PvdA, ook wel VVD, ook wel SP. We hebben natuurlijk in Nederland een heel divers, sterke democratische traditie van diverse politieke partijen. Ja. Dat is mooi aan Nederland, vind ik zelf. Maar dat heb je natuurlijk in andere Europese landen niet of veel minder. En je moet eigenlijk ervan uitgaan, Volt is Europees. Ja, dus Volt is eigenlijk in andere landen misschien iets meer nodig dan in Nederland.
Weet niet, nou, meer weet ik niet, maar het is inderdaad, als je kijkt naar wat voor diversiteit het brengt op het politieke spectrum, is dat heel anders wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld Frankrijk of Bulgarije, dan wanneer je kijkt naar Nederland. Ja. Maar ook in Nederland kunnen we denk ik best wel wat meer Europees perspectief gebruiken. Ja, en dat Europees perspectief, hè, dat klinkt aan de ene kant heel erg interessant. Als Europeaan denk ik, ja, ik ben er helemaal voor. Maar als ik dan jullie programma lees, dan heeft het toch ook wel wat nadelen voor de Nederlanders. Hè. Dus er worden schulden van andere landen kwijtgescholden. Bijvoorbeeld, uiteindelijk is dat toch een herverdeling die plaatsvindt die niet per se positief is voor Nederland. Waarom zou ik daar toch op stemmen? Omdat op het moment dat je het hebt over, hè, wat is positief voor Nederland, wat is het belang. Nou, dan kun je inderdaad zeggen, nou, kort mijn belang is dat Nederland het beste doet. Dat wij de voortrekkers zijn, dat wij al het geld krijgen, bij wijze van spreken. Maar als je dan kijkt naar wat is nou echt goed voor Nederland op de lange termijn, dat betekent een sterk Nederland in een sterk Europa. En op het moment dat een land als Italië bijvoorbeeld het hoofd niet boven water kan houden, dan heeft dat voor ons negatieve gevolgen. Dat is niet alleen de afzetmarkt, maar ook het feit dat je in een continent samen bezig bent met economische welvaart opbouwen, welzijn opbouwen, die rechtsstaat beschermen. Yeah. He, dus het feit dat we met elkaar verbonden zijn, betekent dat je dus ook af en toe zelf moet zeggen, goh, wat gaat er hier in Nederland misschien minder goed? Dat wij bijvoorbeeld een belastingsparadijs zijn, hè, zoals vaak gezegd wordt, dat is negatief voor andere landen. Dus je moet meer vanuit een holistische visie kijken naar Europa. Dat je zegt, we willen als Europa sterk staan. En waar ondermijnen wij dat? Je kijkt vast ook op een holistische manier naar je eigen partijprogramma. Maar is er iets in het programma waarvan jij persoonlijk zegt, nou, dat had voor mij nou niet gehoeven? Nee, ik vind het perfect. nou, waar ik wel over na heb gedacht, waar ik inmiddels echt achter sta trouwens, maar waar ik wel over na heb gedacht is, hoe kijken wij nou aan naar de rol van geloof en religie in het leven van mensen? Dat is ook een beetje in Nederland van als je progressief bent, dan ben je bijna altijd niet gelovig. En wij hebben bijvoorbeeld in het programma opgenomen dat artikel 23 van de grondwet willen aanpassen. En ik heb heel even getwijfeld van, zend je daarmee niet dit help signaal? Help ons heel even herinneren. Ja, dat gaat over onderwijsvrijheid. En wij hebben eigenlijk gezegd als VOLT van, we willen ervoor zorgen dat scholen niet meer op basis van één geloof onderwijs aanbieden. Dus je kan verschillende levensvisies, verschillende geloven, dat kan je zeker blijven uitleggen. Maar echt orthodoxe scholen, daar willen we vanaf. Maar hier zit je meteen bij iets lastigs, want dat is in elk Europees land totaal anders en met een hele andere geschiedenis. Dus hier is die schoolstrijd, heeft een hele geschiedenis gehad. In Frankrijk is het weer heel anders. Is het dan ook niet een soort keurslijf dat je zegt, we moeten iets voor al die Europese landen bedenken? Oh nee, tenminste, zo heb ik het nooit ervaren. Juist omdat je zegt, wat willen we samen bereiken en welke waarden zijn erin belangrijk? En ook bijvoorbeeld Frankrijk heeft gezegd van ja, dit vinden wij kloppen. Okay. In de zin van je wil ervoor zorgen dat geloof niet leidend is in een overheid. Omdat daar ook wel eens, ja, juist daardoor ook mensen worden uitgesloten. En dat vind ik juist het mooie. Als je begint op Europees perspectief, begint op Europees niveau met elkaar te discussiëren, te praten van oké, waar lopen we tegenaan? Wat voor een toekomst zien we samen over 50 jaar met Europa? En dan ga je elkaar ook veel beter begrijpen. Ja. Even, we moeten. Ja, ik wil het ook heel graag met je hebben over kernenergie. En jullie gaan ontzettend veel investeren in defensie. Maar oké. En heel veel in cultuur. En in cultuur. Lees het programma, zou ik zeggen. Even voor jou persoonlijk. Want Volt deed heel goed bij de Europese verkiezingen. Ja. Jij staat op plek 4. Nou, dat 4 zetels in de peilingen staat nog niet. Maar is er een kans? Kunnen we je er nog in stemmen? Wat zie je gebeuren over 2 weken? Nou, wat geweldig zou zijn, is als we minstens 1 en het liefst 2 zetels, want dan kan je samenwerken. En ja, alles daarboven. Ik bedoel, ik zou heel graag het werk doen, omdat je, denk ik, vanuit de Tweede Kamer ben je bezig met feiten, met de wetenschap en met actie. Dat is een ideale combinatie wat mij betreft. Mm-hmm. Dus, met feiten? Ik weet niet of het voor alle partijen geldt, maar ja. Oké, fair enough. Nee, maar goed, je bent bezig met onderzoeken van oké, welk probleem gaan we oplossen? En dan ga je het daadwerkelijk oplossen. En dat voor mij is dat een ideale combinatie. Ik ben vroeger onderzoeker geweest. En daar ben je dus steeds bezig met wat is het probleem en nou, hoe zou je het in theorie kunnen oplossen. En dan kan je het nu echt gaan doen. Ga je hengelen naar voorkeur stemmen? Nee. Nee. Ja, daar ben ik vrij in die zin principieel in. In de zin van, iedereen moet daarin een eigen keuze maken. Maar ik vind juist ons team, het feit dat wij ook op de kandidatenlijst hebben we principieel die man-vrouw verhouding aangehouden. Ik vind juist dat ons team ons heel sterk maakt. Kijk, is het principieel dat er een man op 1 staat dan? Nee, dat is niet principieel geweest. Nee, daarvan hebben we gezegd, je lijsttrekker, die
is toch de verbinding tussen de partijen, dus het interne en het externe. En daar moet je over stemmen. En Laurens Dassen is voorheen ook heel actief geweest binnen Volt. Hij is voorzitter geweest van het bestuur. Hij kent Volters heel goed. En daarom hebben we gezegd van ja, we gaan gewoon intern campagne voeren. Maar en stel we zien je nou waar voor dat alle kijkers hiervan, al die honderdduizenden mensen, die denken, weet je wat, ik stem op deze dame. Stem koekoek. En hoppakee, je wordt de Rita Verdonk van Volt. Die de nummer 1 voorbij streeft. Oké, okay, hebben ook nog vrolijkere voorbeelden. In ieder geval Het feit dat jij denk er zoveel voorkeurstemmen haalt, dat je toch kans maakt op die zetel. En dan? Ja, dan ga ik de kamer in, hè? Dat lijkt me. Nee, wat ik net zeg, het werk lijkt me geweldig. Maar ik vind dat je met een sterk team kom je veel verder. Nee, precies, hè? Diversiteit is de kracht. Snap ik. En ook dat je zegt van ik wil niet hengelen. Maar toch wil ik dan weten, waarom zou het goed zijn als jij in die kamer komt? Wat ik toevoeg. Precies. Ja. Nou ja, los dus van het. Nou, ik denk dat je, zeg maar, juristen kun je op veel meer verschillende plekken inzetten. Maar ik denk dat bij mij de kennis van internationaal handelsrecht heel welkom, heel handig is in Europees verband. En wat ik heel belangrijk vind, ben ik gelukkig niet enig in, is dat we ons migratiestelsel, zoals we nu hebben, zoals we omgaan met vluchtelingen, met arbeidsmigranten, dat we dat zo snel mogelijk gaan aanpakken, gaan veranderen. Mijn man komt uit China en ik heb dus op die manier een beetje mee. Maar ik heb twee kinderen en die zijn gemixt, hebben die gemixte achtergrond. Yeah. En dat is voor mij zo'n persoonlijke drijfveer. Waarvan ik denk van dat zou voor mij een van de eerste dingen zijn die we hier ook in Nederland echt kunnen veranderen en kunnen aanpakken. Zodat je ook veel meer die manier waarop we over migranten en vluchtelingen praten, dat we daar ook een beetje meer op terugduwen en veel meer naar menselijkheid en samenleven gaan. Ik wens je heel veel succes. Fijn dat je hier met ons erover wilde komen praten. Nummer 4 van Volt, Marieke Koekoek. Dankjewel.